Ja, roeien is voor mij echt een passie geworden. Het is met, samen met het team streven naar hoge doelen. En misschien zelfs ook wel, ja, het is ook wel een levensdoel geworden. Je steekt er zoveel tijd in. Het is echt geweldig om dat met elkaar te bereiken. Ik ben Tom Kuuts. Ik roei bij het Aegon Nationaal Roeiteam in de Dutch PR3 4+. Eind 2017 heb ik een ongeluk gehad op mijn bijbaantje, waardoor ik blind ben geworden. Zodoende ben ik terechtgekomen in het ziekenhuis en daarna in een revalidatiecentrum. Daar had ik als revalidatie ook sport en daar kwam op een gegeven moment een sportinstructeur naar me toe. En die zei tegen mij, god Tom, ik zie dat je bent blind, maar je hebt wel een hele goede coördinatie nog en je hebt een stevig gebouw. Ik zie je al wel in de roeiboot naar Tokio gaan in 2020. En zo is het balletje gaan rollen en zit ik nu in het Aegon Nationaal Roeiteam. Mijn ultieme doel is een gouden plak halen op de Paralympische Spelen met ons team. Maar ook voor mij persoonlijk om mezelf te kunnen verliezen in mijn sport. En plezier erin te hebben. En elke dag weer met plezier te gaan trainen en de wedstrijden te roeien. Ik studeer HBO Automotive Management aan Fontys Hogeschool te Eindhoven. En ik heb die studie gekozen omdat ik een groot autofan ben en de bedrijfskundige kant van de auto-industrie ook erg interessant vind. Door mijn topsportstatus bij zowel de Roeibond als bij mijn studie kom ik in aanmerking voor aangepaste lessen. Maar dat wil wel zeggen dat ik veel moet communiceren met het docententeam. En mijn studieloopbaanbegeleider Mark Lemmer helpt mij daar ontzettend goed bij om toch voor mij te zorgen dat ik alle lessen kan volgen en mijn topsport kan doen. Maar ook dezelfde leerdoelen behaal. Het lastige is soms natuurlijk wel dat omdat ik veel aan het sporten ben en daardoor wat minder aanwezig kan zijn op mijn studie, dat ik tijdens groepswerk wel wat anders moet communiceren. Dus met veel meer bellen en WhatsAppen dan dat je letterlijk met elkaar om de tafel zit. En dat is af en toe even lastig. Maar door goed te communiceren en thuis in de avonduren wat meer te doen, komen we er altijd wel uit samen. De topsportregeling voor mij betekent is dat ik toch mogelijkheid krijg om mijn studie met de topsport te combineren en wat ruimte krijg om te communiceren met de docenten om toch dezelfde studielast te hebben, maar ook om mijn topsport goed te kunnen doen. Ja, het is heerlijk om op gevoel en met het team, kracht, conditie en techniek zo over het water heen te gaan dat ik mijn blindheid gewoon vergeet.